Welkom. Ik ga je laten zien hoe je een e-license van een inspectiedeskundige activeert op de Electronic Wallet van Kiwa. Tijdens deze tutorial zal ik ook laten zien hoe de e-license er verder uitziet. Voordat ik je ga uitleggen hoe je een e-license van een inspectiedeskundige activeert, zal je eerst de Kiwa Electronic Wallet app moeten installeren op je smartphone. Naast mij onder het Kiwa logo staat de naam van de app die je moet opzoeken in de iPhone of Android App Store. Zonder deze app kun je geen e-license activeren. Allereerst beginnen we met het openen van de Kiwa Electronic Wallet. Op deze pagina selecteer je Activeer mijn licentie. Vervolgens krijg je uitleg over wat de app kan, lees dit en selecteer telkens volgende. Je bevindt je nu op de activatiepagina, vul het e-mailadres in waar de activatiecode naartoe is gestuurd. Vul daaronder de daadwerkelijke activatiecode in die in de mail staat. Selecteer vervolgens de optie Activeer en wacht tot de e-license is geactiveerd. Kijk eens aan, hij is geactiveerd. Vervolgens kun je de e-license selecteren om de details te kunnen weergeven. Laten we beginnen door het tabblad Details te selecteren. Binnen het tabblad Details wordt alle relevante informatie van een licentie van een inspectiedeskundige weergegeven. Selecteer vervolgens het tabblad Bevoegdheden. Hier wordt de laatste relevante informatie weergegeven, zoals het niveau van de inspectiedeskundige. Selecteer vervolgens het tabblad Toon QR-code. Door Toon QR-code te selecteren heb je de mogelijkheid om de e-license details te delen met bijvoorbeeld een handhaver, die scant namelijk de QR-code. Wens je als certificaathouder je gebruikersgegevens te verwijderen, selecteer dan het tabblad onderaan de pagina genaamd Meer. Selecteer de optie Verwijder gebruikersgegevens en ga akkoord met de voorwaarden. Selecteer tot slot de optie Verwijder gebruikersgegevens. Je inspectiedeskundige e-license is nu ook verwijderd. Bedankt voor het kijken van deze tutorial. Indien je nog vragen hebt, verwijs ik je graag naar onze Frequently Asked Questions.